is een bewijs, mensen. Ook deze dames hebben tepels. Ziet er fantastisch uit. Even applausje ook voor onze stylisten. Gewoon Els en Karin en Katia. Prachtig, prachtig. Maar zo is ook een echt, dat is bestaan nu 10 jaar jubileum. Zo vier je een 10-jaar jubileum. Vind je ook niet? Eigenlijk. Zijn je gelukkig? Heel gelukkig. Is een idee, dankjewel. Nou, mogen we ze houden dan? Ja, je mag ze houden. Ja, ja hoor, je mag ze houden. Dank je. Ja hoor. Dank je. We hebben de balkennorm. Hebben jullie ook de termennorm? De termennorm. Jullie mogen verdienen wat jullie willen, ja. Francis Urkes. Ja, jullie weten wel wat geld is. Wat zeg je, Korbakker? Wil je de voorkant zien of de achterkant? Ja, nou, ja. Ja, dit is een beetje jouw leven, Fortis. Dit is ons leven, man. We hebben een paar wensen. Dames, ga even lekker zitten op de twee krukken. En ja, één, ik ging al pas. Dus, dan gaan we even. We hebben een paar wensen, namelijk heel leuk. Namelijk, Natasja van Hardeveld had namens haar zoontje gemaild. Hallo, Tigo. Hoi, Tigo. Tigo. Je kent mij niet, hè? Oh. Ik ben Paul. En ik ben de papa van K3. Ja, ik heb de naam K verzonnen. En jij bent Tigo en je moeder heeft ons gemaild, want jij bent helemaal fan van K3, hè? Die vind je leuk, hè? Ja. Maar je wil ook graag kleertjes hebben van K3, dat zei mama. Maar die zijn er niet, alleen maar in meisjeskleurtjes. Roze, geel. We hebben nog meer van kleurtjes daar. En ja, dus jij wil graag K3 kleertjes voor jou, hè? Moet je zeggen, Sint Saladin? Zeg maar. Ah, kom op. Sint Saladin? Sint Saladin? Dat is een parmantig mannetje. Die laat zich het kaas niet van het brood eten. Oh. Jullie zijn zo belachelijk. Hier, twee K3 laarsjes. Vind je ze mooi, Tigo? En dan hebben we een mooi broekje voor je. Oh, dat is mooi. Dan mag je mee naar Oeruzgan met een broekje. En we hebben een heel goed K3 shirtje. Nou, dat is super. Mooi, hè? En wil je... Tigo, wil je zo nog op de foto met de meisjes van K3? Ga je het leuk vinden? En een dikke kus. Wat zeg je? Het is een kind van 3. Goed, dat hebben we dan gehad. We hebben nog een andere wens, ook op elkaar, dat is Claudette Geers. Claudette Geers, ook een hele bijzondere. Claudette Geers, hallo. Hallo. Hoe heet jij? Phoebe. Nou, je had echt, je moeder heeft gemaild, maar dat was voor jou, is goed misgegaan, hè, een paar jaar geleden. Nee. Ja, wel met die film. De Kattenprins. Ja. Vertel, kun je het vertellen of moet mama het vertellen? Mama. Ja? Mama. Phoebe had kaartjes gewonnen voor de bioscoopfilm van K3 en de Kattenprins. En ze zijn helemaal blij natuurlijk. Alleen toen kreeg ze een longontsteking. Dus het was heel erg zielig. En toen zei ze, mama, ga je me wel beloven dat we dan een keer samen gaan? Dus mama zegt, ja, natuurlijk gaan we dat beloven. He? En waarom heeft mama dat dan niet gedaan? Nou, dat was ook de bedoeling. Maar? Mijn vader werd behoorlijk ziek. Dus, oké. Ja. En ja. Toen tegen die tijd was die film dus al uit de bioscoop. Had je alleen op DVD. Nou heeft mama gezegd dat Phoebe het heel leuk om nog een keer op een leuke bioscoop die film te gaan bekijken. Klopt dat? Ja. Kom je naar mij toe of niet? Zeg, en naar ons? Kom je naar hen toe? Ja. Sorry, hè? Ze kan de wens schudden. Phoebe, wat zeg je nou weer? Begin je nou weer lelijke dingen te zeggen? Je hebt er goed gestueerd. Nooit met oude dikke homo's meegaan. Bij Phoebe, kijk, als je naar de, ik zal niet aan, maar je moet naar die, grote dat beeldscherm kijken. Dan schakelen we nu over naar een speciale kattenbioscoop. Kattenbioscoop. Hier, dat is kattenbioscoop. Het zijn allemaal poezen. We hebben 10 poezen hebben gehaald met katten, knappalen. En dan mag jij zo meteen de film gaan zien. Vind je dat leuk? Oh. We hebben daar ook allemaal snoepgoed, denk ik, en drank en zo. En wil je dat mama meegaat of wil je niet dat mama meegaat? Dat is echt wel een afstand met mama en jou, hè, dat mama meegaat. Oké, mama, gaat u mee met Phoebe naar de bioscoop toe? Ja. Is dat ook een dochter van u? Ja. Mama, moet u niet mee? Denk dat, 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 mee als ze wil. Ja, dat is gewoon volledig leren wens. Dat zei u dan.
U bent een vader. Wilt u ook mee? Maar we blijven wel met onze vingers van K3 af, hè, meneer? Het licht gaat uit. Ik zal mee nou. Ga je ook kijken zometeen? Nee, dan niet. We hebben het al gezien, hè. Ja. Ga je mee naar boven? Dacht, je wordt... hoe heet die? Die financiële deskundige. Die Giel Graatlap. Ja, nee, hij is namelijk financieel adviseur, maar hij is ook kaartjes verscheuren bij bioscopen. Ja. Neem hem even mee naar boven naar de bioscoop. U mag meekomen. We gaan met AIX. We gaan met AIX. De AIX. Daar gaat het goed mee. Alleen, het is, je moet wel oppassen momenteel. Ja, dankjewel. Is, dankjewel, Michiel. Dankjewel. Gaan we mee. Tot zo. Veel plezier, Fidi. Dag. Maar ik wil alle gekheid natuurlijk op een gezellig stokje, maar ik ben ook gek voor jullie. Echt, ik vind jullie zo ontzettend leuk. Echt. Ik geloof het wel van mezelf. Die drie Norma Desmond gewoon voor me. Maar nog één wens. Marieke de Kok. Marieke de Kok, ik neem aan dat jij hebt 12 kinderen gebaard. Die wil er nog één. Ja. Want ik zei het altijd van de scouting. Ik ga het allemaal staan. Ga staan! En wat is jullie, hoe heet jullie van de scouting? Hoe heet jullie van de scouting? De Sint-Jozef. De Sint-Jozef. Uit? Leiden. Uit Leiden. Leiden. En jullie zijn dus, er is één man bij. Jij bent Akela, jij bent Akelo. Maar hoe noem je het nou bij de scouting? Nou, Akela heb je alleen bij de welpen. Oké, maar ben jij dan gewoon vuur? Ja, ik ben gewoon leiding. Leiding? Leiding, en ja. Wat is hij dan? Ook. Oké, en dan zoen je zeker mee? Ja. Ja, dat is een setje. Huh? Ja. Dames en heren, de familie van Trap, uit Oostenrijk. En vertel, je hoorde dat K3 kwam en toen werden jullie helemaal gek. Al die scoutings werden gek. Vertel. Nou, ik denk niet dat ze willen dat ik het vertel. Ja. Ja, het is een geheimtje, want wij draaien op de scouting heel vaak K3. Heel vaak, en op kamp ook, gaat de cd heel hard aan. En dan dansen ze en dan zingen ze. Alleen, als er andere mensen bij zijn, dan doen ze net alsof ze die liedjes niet kennen. Maar dat komt natuurlijk omdat mensen denken dat K3 alleen maar voor peutertjes is. Maar K3 is ook leuk voor deze leeftijd. En wat is de leeftijd dan? 11 tot 15. Oké, ja, dus net voordat het echte leven gaat beginnen. Precies, ja. Voordat de loverboys in jullie leven komen. Ja. Nou, willen we ze wel horen zingen. En nu? Wat wil je nu? Jij hebt dus ons wens dat ze gaan zingen voor K3. Ja. Nou, met K3 of zoiets. We willen wel laten zien dat het leuk is, ook voor oudere meiden. Heb jij niet ingestudeerd? Je kent ze toch allemaal? Ja, speel jij nou eens een K3 medley, grote dek. Leonardo. En dan kijk, twee fortes aanbeden terug. Leonardo? Nee, Leonardo. Kun je Leonardo? Dat is toch je lievelingsnummer, ja, Leonardo? Leonardo is favoriet. Oké, okay, ja. Nou, Cor speelt, jullie zingen op z'n allerbest Leonardo. Kom even deze kant op. We hebben nog tijd eigenlijk. Lopen. Stop. Op een gegeven moment houdt Cor er ook mee op. Hè? Dan moet je moet op een gegeven moment inzetten. Het is net als touwtjes springen. Cor is een touwtje. En dan moet je gewoon hup. En dan Leonardo zingen. Begrijp je dit? Laat nou eens los. Nee. Dat vind je best wel. Laat los. Ik hak je handen eraf. Laat los. Zet mij even in. Ja. Kom op. Laat los. En jullie moeten ons land beschermen. Nou, mij is ontzettend leuk dat jullie even naar beneden hebben willen komen om dit liedje leuk te doen.
Ga snel naar boven. Heel erg bedankt. Bravo, hè? Ja, het is fantastisch. Mag ik jullie van harte bedanken dat jullie zijn gekomen, want jullie gaan niet zingen. Dat hebben we al andere mensen voor jullie gedaan. Ja, joh, ik ben nu nog een keer vrij. Ik vond het onwijs leuk dat jullie hier weer zijn. Jullie gaan een tournee weer maken met z'n allen, of is er één jubileumvoorstelling echt alleen in Eindhoven? Ja, enkel in Eindhoven, maar iedereen is daar welkom. Oké. Okay. Jij ook? Ja, maar dat wat is 7 oktober? Wat voor dag is dat? Een zondag. Oh, zondag ga ik altijd naar de kerk. Ja. Nee, dan moet ik even kijken als het lukt. Maar ik heb gewoon 7 oktober heb ik iets, maar ik weet niet wat. Dat zit ik nog wel. Nee, ik weet waar ik ben. Ik zit in Zoeken naar Jozef. Jammer. Oké, die zit er hier. Wacht nou. Steef bij de bel. Hey, ga even een bioscoopje. Is bioscoopje... Oh, ik moest al Happy de Pip. Ik maak een enorme fout. Hoe gaan we dit weer oplossen? Kun je even anderhalf minuut iets zingen? Don't cry for me Argentina of iets. Nee, jullie kunnen helemaal niet zingen. Kun je even iets playbacken dan? Ja. Ik wil even een dingetje van doen wat we nou gaan doen zingen. Dan gaan wij snel... Wordt verzocht naar de uitgang te gaan. Er staan 5 Arabieren op je te wachten. Wil de scouting naar boven oprotten? Anders komt oom Bob jullie allemaal bevruchten.